we gaan vanaf nu, dit is werksessie 2, gaan we aan de slag om een oplossing te bedenken voor onze uitdaging. En dan ga je daarna ga je eigenlijk een prototype maken. En daar zijn al deze spullen voor. Dus dit is het voorhoofd. Dit gaat achter je linkeroor. Zo, en dan heb je die dan zeg maar weer zo vast. Dus sowieso naar deze website, dat ze een lichtje erin krijgen. Internet hebben we natuurlijk. Maakt dat uit? En wat voor manier een prototype komt? Misschien zelfs een klein toneelstukje met een handeling, wat zij net voordeed. Van dit is aan, dat is uit. Of... En in de tussentijd gewoon via de VR-bril gewoon de werkelijkheid of de virtuele werkelijkheid voorleggen. Hier doe je één band aan en hier doe je één band aan. Ja, en dan moeten we alleen hier een stukje hebben waar die langs. Ja. Dan is het en dan moet je wel naar elkaar. Maar dan kun je niet aftasten. Dat aftasten is wel een belangrijk onderdeel voor het gaan we naar elkaar toe, ja of nee. En voor de interactie. En daar moet wel nog eens ruimte zijn. Om dat te doen. Dan trek je van die ballon af en dan heb je de helft. Het gaat er dus echt om dat we die zitzak leren wat tederheid is. Maar ja, als je alleen zo'n zitzak aait. Je kan hem ook kloppen en dan is het niet ja. Maar... Inderdaad, en ook iets doen met die haren. Kan je niet gewoon van duct tape en dan heel dun aan de binnenkant? Ja, dan moet je wel tegendruk krijgen van die andere.